Ja, u krijgt weer lees-luistertips van ons en kijktips van ons. Vandaag voor u aangekruist door cultuurtheoloog aan de Universiteit van Tilburg, Frank Bosman. Nou, waar ga je mee beginnen? Nou, ik wilde eerst even vragen of jij wel eens goede tijden, slechte tijden kijkt. Nee, ik heb heel lang de Engelse soap EastEnders gevolgd, maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. Nou, ik kijk ook nooit naar GTST, behalve afgelopen woensdag, want toen kwam er een hele bijzondere scène voorbij en die wil ik graag laten horen. Oké. Ik ben pas een paar weken zwanger, dus... En ja, ik heb het gevoel dat ik moet kiezen. Ik moet ook kiezen. Ik moet kiezen of ik het hou of dat ik kies voor... Voor een abortus. Ik schrik niet van dat woord. God veroordeelt niemand omdat hij of zij twijfelt. Kom nog even zitten. Ja, ik... Sorry, ik had gehoopt dat dit gesprek me wat meer helderheid kon bieden. Dat u... Dat ik een lijntje met God heb. Niet letterlijk natuurlijk, maar... Ja, nou, je hoort natuurlijk, het is een beetje opgezegd, hè, maar dat is ook eigen aan soaps. Acteerwerk is niet heel erg geweldig. Wat hier dus gebeurt, is dat een jonge vrouw, die is ongewenst zwanger en de vader is ook uit beeld, George heet ze geloof ik, en die vraagt aan een dominee, vrouwelijke dominee, van kom mij nou eens even vertellen wat ik moet doen. En ze hoopt eigenlijk dat die dominee een rechtstreeks lijntje met God heeft, zodat zij de beslissing niet hoeft te nemen. De dominee moet zeggen, nou, dat is duidelijk, God verbiedt abortus, dus je moet het kind maar houden. Maar deze dominee is een mens van vlees en bloed en legt pastoraal heel verantwoord de verantwoordelijkheid terug bij de jonge moeder die zegt, ja, maar ik heb geen rechtstreeks lijntje bij God. Jij moet de beslissing nemen. Ik kan die beslissing niet voor jou nemen. En dan reageert ze dan een beetje verontwaardigd op, hè, van ja, maar u moet het toch eigenlijk tegen mij zeggen. Even Klaas van der Kamp, is dit een goede dominee? Nou, ik vind het wel mooi. Ja, ja, want je wijst mensen op hun verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En waarom vind je het goed? Nou, ik wil het hier bespreken omdat je dus nu in een soapserie die heel veel mensen kijken, dus religie op een positieve manier naar voren ziet komen. Het is een vrouwelijke dominee. Ze is van vlees en bloed. Ze is rationeel. Ze is betrokken. Dus in plaats van dat religie, wat in Nederlands drama vaak gebeurt, wordt gekarakteriseerd of gemarginaliseerd, zie je dus dat hier religie serieus genomen wordt. En als volwassen neer wordt gezet. En net in het betoog wat de Klaas van der Kamp hield. Religie doorstroomt alles van het menselijk leven. Dus als je een soap maakt die over alle aspecten van het menselijk leven gaat, laat religie dan een volwassen plaats krijgen. Ja, en goed dat het in zo'n serie ja, niet dus een karikatuur is, maar dat het is een doorbraak, denk ik. Okay. En daar wilde ik het graag met jullie delen. Nou, waar ga je mee beginnen? Nou, ik wilde eerst even vragen of jij wel eens goede tijden, slechte tijden kijkt. Nee, ik heb heel lang de Engelse soap EastEnders gevolgd, maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. Nou, ik kijk ook nooit naar GTST, behalve afgelopen woensdag, want toen kwam er een hele bijzondere scène voorbij en die wil ik graag laten horen. Oké. Okay. Ik ben pas een paar weken zwanger, dus... En ja, ik heb het gevoel dat ik moet kiezen. Ik moet ook kiezen. Ik moet kiezen of ik het hou of dat ik kies voor... Voor een abortus. Ik schrik niet van dat woord. God veroordeelt niemand omdat hij of zij twijfelt. Kom nog even zitten. Ja, ik... Sorry, ik had gehoopt dat dit gesprek me wat meer helderheid kon bieden. Dat u... Dat ik een lijntje met God heb. Niet letterlijk natuurlijk, maar... Ja, nou, je hoort natuurlijk, het is een beetje opgezegd, hè, maar dat is ook eigen aan soaps. Acteerwerk is niet heel erg geweldig. Maar wat hier dus gebeurt, is dat een jonge vrouw, die is ongewenst zwanger en de vader is ook uit beeld, George heet ze geloof ik, en die vraagt aan een dominee, vrouwelijke dominee, van kom mij nou eens even vertellen wat ik moet doen. En ze hoopt eigenlijk dat die dominee een rechtstreeks lijntje met God heeft, zodat zij de beslissing niet hoeft te nemen. De dominee moet zeggen, nou, dat is duidelijk, God verbiedt abortus, dus je moet het kind maar houden. Maar deze dominee is een mens van vlees en bloed en legt pastoraal heel verantwoord de verantwoordelijkheid terug bij de jonge moeder die zegt, ja, maar ik heb geen rechtstreeks lijntje bij God. Jij moet de beslissing nemen. Ik kan die beslissing niet voor jou nemen. En dan reageert ze dan een beetje verontwaardigd op, hè, van ja, maar u moet het toch eigenlijk tegen mij zeggen. Even Klaas van der Kamp, is dit een goede dominee? Nou, ik vind het wel mooi. Ja, ja, want je wijst mensen op hun verantwoordelijkheid. Ja. Ja. En waarom vind je het goed? Nou, ik wil het hier bespreken omdat je dus nu in een soapserie die heel veel mensen kijken, dus religie op een positieve manier naar voren ziet komen. Het is een vrouwelijke dominee. Ze is van vlees en bloed. Ze is rationeel. Ze is betrokken. Dus in plaats van dat religie, wat in Nederlands drama vaak gebeurt, wordt gekarakteriseerd of gemarginaliseerd, zie je dus dat hier religie serieus genomen wordt. En als volwassen neer wordt gezet. En net in het betoog wat de Klaas van der Kamp hield. Religie doorstroomt alles van het menselijk leven. Dus als je een soap maakt die over alle aspecten van het menselijk leven gaat, laat religie dan een volwassen plaats krijgen. Ja, en goed dat het in zo'n serie niet een karikatuur is, maar dat het een doorbraak is, denk ik. Okay. En daarom wilde ik het graag met jullie delen.